ooit zo onlosmakelijk verbonden met PSV. In de jaren 80 kwamen de supporters speciaal voor naar het stadion. Maar het is over. Maar diezelfde Philips Harmony die broedt op een comeback. Die willen in het jubileumjaar weer in volle glorie op het hoofdveld. Laat maar kijken. Wij waren ook echt Philips, niet alleen de spelers, maar wij, de Philips Harmonie bestond toen ook nog uit louter Philips mensen. Ik was 6 toen ik voor het eerst met mijn vader mee mocht. Dus ik heb deze mensen herhaaldelijk op het sportveld zien rondlopen. De echte Philips gevoel, daar was er echt toen, ja. En dan op enig moment, dat was door het laatste nummer, dan gingen ze richting, dat was toen nog de L-tribune, de staantribune, en dan speelden ze dit lied. Wij willen olé. Nou, en dan gingen we eerst in het eerste gedeelte staan. Dan kwam er nog steeds geen olé en die bleven maar gillen. En op het moment als dan olé begon, nou, dan brak de hel los. Zeg maar. Dat was geweldig. Dan kreeg je gewoon kippenvel. En we hebben dus zelfs één keer gepresteerd dat we zeiden we gaan elke maand de Montes niet spelen. Dat hebben we al zo dikwijls gedaan. Dat doen we nou eens een keer niet. Maar dat kon dus echt niet. Meezongen en dat ze enthousiast werden en dat ze uiteindelijk warm gestoomd werden voor de wedstrijd. Het publiek was daar enorm bij betrokken. Ja, kippenvel. Net zoals net overigens. Mag niet meer van de UEFA en de reclame. Het is van minuut tot minuut gepland bij die huidige Europa Cup wedstrijden. Ik denk dat wij dat nog wel graag zouden doen voor onze PR en ook de betrokkenheid bij Philips en PSV natuurlijk ook nog. Gerrit, ik zou zeggen, hier is de camera, doe een oproep aan de voorzitter. Ja, meneer de voorzitter van PSV. Tini Sanders. Tini Sanders. Als PSV 100 jaar bestaat in augustus, zouden wij graag nog een keer ons eigen willen presenteren hier.